We gaan een nachtcreme maken waarbij bijenwas en lanoline de emulgator zijn in dit geval. De emulgator is dat wat zorgt dat de olie en de waterfase van een crème zich met elkaar vermengen. Ik heb hier de bijenwas, de lanoline, oftewel wolvet en de jojobeolie in de maatbeker gedaan. Die zet ik in het pannetje met warme water zodat het kan smelten. Dit moet smelten tot 70 graden. En ik heb hier het rozenhydrolaat afgewogen en dat zet ik ook in het pannetje, zodat dit ook opgewarmd kan worden naar 70 graden. Voor die tijd heb ik natuurlijk mijn werkblad goed gereinigd met alcohol. Dat heb ik gedaan met zo'n sprayflesje. Ik doe mijn biologische alcohol. Ik gebruik wijnkaasalcohol van 96,4%. Dat doe ik in zo'n sprayflesje. Dat werkt makkelijk. Je kan zo eventjes je werkblad schoonmaken en desinfecteren. Dat doe ik met alles waarmee ik ga werken. Ik heb ook alles van tevoren klaargezet. Dat werkt het makkelijkste, zodat je ook meteen alles in volgorde kan gebruiken. Zo direct als de bijenwas en de lanoline gesmolten zijn, dan gaan we hier de cacaoboter aan toevoegen. En dit is het conserveringsmiddel, dat is een rozentinctuur. Hoe je rozentinctuur maakt, dat leer je ook in de workshop. En dat is ideaal als conserveringsmiddel. Je maakt dat gewoon met alcohol en met gedroogde bloemen of kruiden. Je kan het met allerlei soorten kruiden en bloemen maken. De werkstoffen van de kruiden worden door de alcohol uit de kruiden getrokken. En zo krijg je dus naast de conserveringsmiddelen ook nog een keer de werkstoffen van de kruiden in je crème. Eigenlijk een dubbele functie. Ik vind dat een ideale manier van werken. Vaak denken mensen dat alcohol de huid uitdroogt. Dat valt reuze mee, want de alcohol vervliegt eigenlijk zodra je de crème op je huid smeert. Dus, en er zitten genoeg vocht en brengende ingrediënten in de crème. Dus dat gaat eigenlijk best goed. Ik heb ook een bakje met ijswater klaargezet. Als ik straks de crème ga afkoelen, ga roeren, dan koelt dat wat sneller af tot 35 graden. Dit zet ik allemaal van tevoren klaar, zodat het straks wat sneller gaat. Inmiddels ga ik eens eventjes een beetje roeren, zodat de bijenwas wat sneller smelt. Dat duurt altijd het langste, de bijenwas. En ik heb mijn bijenwas ook niet geraspt, maar in stukjes gedaan. Als je hem raspt of als je kleine pellets hebt, dan gaat het wat sneller. Maar dit gaat ook wel. Even geduld hebben. En dan komt het allemaal goed. Dan laten we dit even smelten. En dan kom ik zo weer even bij je terug. Zo, de bijenwas is inmiddels gesmolten. En het rozenhydrolaat heeft bijna de temperatuur van 70 graden. Ik ga even kijken of de bijenwas inmiddels ook zo heel warm is. Ik denk het wel, want bijenwas heeft een smelttemperatuur van 67 graden. Dus dat zou in principe nu ook. Ja. Ja, dat is perfect. Die zijn beide gelijke temperatuur. Dan halen we de bijenwas, lanolin, jojoba oliemengsel uit het water en voegen dan de cacaoboter toe. Ik zal het nog even in kleine stukjes breken, dan smelt het wat sneller. Boters voeg je altijd toe als ze uit het waterbad zijn, omdat het anders te snel smelt en te warm wordt en dan gaat de boter korrelen en dan krijg je korreltjes in je crème. Dat is gewoon niet fijn. Dus dan laten we dit nu even smelten. Je ziet dat het smelt heel snel in die warme was. Het hydrolaat haal ik ook uit het waterbad. Het vuur heb ik uitgedaan. En daar voeg ik mijn rozentinctuur aan toe. Dit is mijn conservering. Dit doe ik er nu bij. Dat gooi ik dan ook even door. Dat doe ik even met een andere roerstaafje. Je ziet, het is handiger om meerdere roerstaafjes te hebben. Of zo'n spateltje, daar kan je ook mee roeren. Dit nog even doorroeren. Dan is de cacaoboter ook gesmolten. En dan gaan we de crème samenstellen. Dat wil zeggen, we gaan de
waterfase bij de vetfase gieten onder voortdurend roeren. Dat doe ik het liefste met mijn mixer. Ik heb mijn speciale Kai Blendia mixer waarmee je kan emulgeren. Die is echt ideaal als je zoals ik veel zelf producten maakt. Maar dat kan natuurlijk ook prima met een roerstaafje of wat ook heel handig is, is zo'n klein mini garden. Daar gaan we het zo direct ook even mee doen. Dan kan je ook zien hoe dat werkt. Zo, je ziet de cacaoboter is helemaal gesmolten. Die haal ik eruit. Ik ga nu roeren en ik voeg nu langzaam mijn waterfase bij de crèmefase onder voortdurend roeren. Als je denkt dat het te snel gaat, dan wacht je heel eventjes dat het weer een beetje goed gemengd is. En dan moet je weer een beetje erbij. Met de mixer gaat het natuurlijk sneller, omdat het dan ook veel sneller afkoelt. Maar zo, als je net begint, is dit ook prima. Je ziet, het blijft prima gemengd. Dit was een hele rijke crème. Dit is echt een nachtcrème. Omdat ik zelf een hele droge huid heb, vind ik dit ideaal. Maar in de workshop staan natuurlijk ook heel veel andere recepten voor minder vette crèmes. Het hangt helemaal van je huidtype af. Dat leer je allemaal in de workshop hoe dat werkt. En zo kan je dus eigenlijk op elke manier je crème aanpassen aan je huidtype of aan je voorkeuren, ook met geuren. Ik maak nu een roze crème, omdat ik net ook een roze dagcrème heb gemaakt, maak ik er ook een roze nachtcrème bij. Dan heb ik een hele mooie lijn. Dan kan ik als roze hydrolaat als lotion gebruiken. En heb ik een hele mooie rozen huidverzorgingslijn. Zelf gemaakt. Laatste beetje er nog bij. En dan blijven we even goed roeren. En dit duurt natuurlijk even tot het afgekoeld is. En daarom kan je dat ook als het echt goed gemengd is. Het moet dus echt eerst goed doorgemengd zijn. Het beste na een minuutje ongeveer roeren. Dan kan je dit ook in een waterbad zetten, in een koud waterbad, waardoor de crème gewoon wat sneller afkoelt en je eerder de werkstoffen eraan toe kunt voegen. Dit koude waterbad zet ik altijd van tevoren al klaar. Maar dus niet meteen, eerst het water bij de olie doen, de waterfase bij de vetfase. En als het goed gemengd is, als het goed geëmulgeerd is, dan pas in het waterbad om verder af te laten koelen. Als je dit niet doet, sta je erg lang te kloppen voordat je crème afgekoeld is. Voor of nadeel van bijenwas en lanolin is dat je crème vrij geel wordt. Dan vind ik dat zelf niet zo'n probleem. Hou je van hele witte crèmes, dan kan je dus beter een ander recept gebruiken. Nou. Voor een nachtcrème vind ik dat sowieso geen probleem, want deze is heerlijk verzorgend voor je huid. En dat vind ik toch ook wel heel belangrijk. Nou, het ziet er goed uit, de crème. Dan is even de temperatuur opmeten. Kijk hoe warm of koud die inmiddels geworden is. Ja, die is al mooi afgekoeld. Die is nu nog 30 graden zelfs maar. Dus de perfecte tijd om de werkstoffen erin te gaan doen. Hij heeft ook al een mooie consistentie. Die wordt natuurlijk nog wat dikker als hij straks nog wat langer staat en afgekoeld is. Maar hij ziet er al prima uit. Dan ga ik mijn 2 druppels roze etherische olie toevoegen. Je zou dit natuurlijk ook prima met een andere etherische olie kunnen maken. Als je bijvoorbeeld met lavendelhydrolaat maakt en met lavendel etherische olie heb je een lavendelnachtcreme. En zo kan je het bijvoorbeeld ook met neroli sinaasappelbloesem doen. 1, 2. Roos gebruik ik altijd wat minder omdat het een hele sterke geconcentreerde etherische olie is. Normaal van elke andere etherische olie gebruik ik 5 tot 6 druppeltjes in deze crème. Maar omdat roos zo sterk geconcentreerd is, zo, voeg ik maar 2 druppeltjes toe. En ik doe nu nog mijn 5 druppeltjes
gaat altijd wat sneller. Je kan het ook met een pipet doen, dan kan je het nog beter doseren. Maar wat meer werkstof in dit geval is ook niet zo erg. Het is jammer dat je het op de video niet kan ruiken, maar het ruikt heerlijk met die roze etherische olie. En nu is je crème, je ziet, perfect geëmulgeerd. Hij is nog wat dun, maar zoals gezegd, als hij straks helemaal afgekoeld is, wordt hij nog wat dikker. En je zet hem ook nog een nachtje in de koelkast. Het voordeel is dat je hem nu makkelijk kan gieten. Een schoon gesteriliseerd potje. Dan nog even een schoon lepeltje om de restjes eruit te halen. Het is natuurlijk zonde om dat in je maatbeker te laten zitten. Het lijkt een beetje op vla. Maar het is toch echt crème. Een mooie zacht gele crème. Die nu klaar is. Je laat hem dan nog even verder afkoelen. Ik laat hem altijd nog even een uurtje zo staan. Je kan er eventueel nog een doekje overheen leggen. Een tissue overheen leggen. Als je bang bent dat er nog vuil in komt. Bij mij in de keuken gebeurt niet zoveel. Dus ik laat hem gewoon zo in een hoekje staan. Dan na een uurtje doe ik de deksel erop. Doe het etiketje voorop met wat erin zit en de datum. En dan gaat hij nog een nachtje in de koelkast. En morgen is mijn nachtcreme weer klaar voor gebruik. En dan hebben we zo de rozen nachtcreme gemaakt. Als je hem gaat maken, veel plezier met maken en veel succes ermee.